De gedempte Zuiderdokken als Sinxevoort is een gekend beeld. Nog meer gewend zijn we aan het beeld dat hier honderden auto's op de parking staan. Maar die parking en ook de Sinxevoort hier zijn vanaf nu illegaal. Als men op die plaats een Sinxevoort organiseert, dan gaat de stad regelrecht in tegen de beslissing van de Raad van State en ook tegen de beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen, wat volgens mij niet echt strookt met een behoorlijk beleid. Dus dit jaar zeker geen Sinxevoort daar? Op die plaats niet. En de parking, verdwijnt die nu ook? Ik kan niet in de kaarten kijken van de stad, maar als zij de arresten goed leest en als zij rekening houdt met de rechtspraak van de Raad van State, dan kan zij in principe niet anders. Wil zij zich in een wettige situatie herplaatsen, dan die parking op te breken, ja. De gedempte Zuiderdokken zijn eigenlijk een zone voor een park. De stad probeert daar een zone voor publiek domein van te maken. Maar daar ging de Raad van State niet mee akkoord. En dus blijft het plein een parkgebied. En dat betekent geen enkel evenement meer vanaf nu en ook geen parking. En dat zou een ramp zijn voor veel mensen hier. Ik werk hier, dus voor mij is dat heel gemakkelijk om hier gratis te kunnen parkeren. En dat is niet zo plezant als ik dan ineens ga moeten betalen daarvoor. Ik zou dat heel erg vinden, want ik heb hier twee zaken. Café Modeste en El Puerto. En dat is voor ons van levensbelang, hè, zo'n parking. Ook voor het nieuwe stadsbestuur is dit een grote klap. Niemand wilde vandaag reageren. Er wordt een juridische oplossing gezocht, maar morgen vroeg houdt de stad wel een crisisoverleg. Toch zal het niet zo'n vaart lopen dat de parking morgen al verboden is. Kan dat met een dwangsom afgedwongen worden? Dat kan inderdaad. Wanneer men niet vrijwillig zich schikt naar de wet, kunnen dwangsommen opgelegd worden. Maar dat is aan de rechter om daarover te oordelen. Ja, maar kan het zover komen? Gaat het zover komen? Ik denk dat dat een zaak is die door cliënten moet worden bekeken. We zijn nog niet zo ver. Hè? De stad heeft nog geen standpunt ingenomen. Ik denk dat we iedereen eventjes rustig moeten toelaten om de zaken te bekijken. Ook andere evenementen zoals Antwerpen Zingt dreigen in gevaar te komen. Bij Antwerpen Zingt zeggen ze verrast en verwonderd te zijn. Als blijkt dat ze inderdaad moeten verhuizen, dan is dat een klein drama.